Wat ook zo mooi is aan het eiland is eigenlijk dat je dat elk jaargetij mooi is. Ik vind bijvoorbeeld de herfst in de stad vind ik niks als het regent en alles is zo nat. En dat, ik vind hier mist of storm of het maakt niet uit. Dat is wel echt mooi. Het voorjaar is prachtig hier. Ja. Ik ben van twee steden. Ik ben van hier het platteland en het dorpsleven, alhoewel Goederen natuurlijk eigenlijk een stadje is. En ik zit downtown in Rotterdam de helft van de tijd, dus ik wissel het af. Toen ik 20 jaar geleden vertrok naar Rotterdam, toen dacht ik heb hier niks verloren en ik voelde dat ik hier weg moest. Omdat ik echt denk dat als ik hier gebleven was de laatste 20 jaar, dat ik me nooit had kunnen ontplooien binnen mijn vak, binnen wie ik ben. Ja, op de manier zoals ik het in de stad heb gedaan. Ik heb toen ook wel geageerd tegen dat eiland hier. En ik was vrij recalcitrant en ik heb ik ook wel spijt van achteraf. Richting mijn ouders, weet je wel. Van, wat doe je hier? En belachelijk en bekrompen en dit en dat. En toen zei mijn moeder nog, wacht maar, je wordt ook nog wel ouder. Toen dacht ik, ja, dat zeggen ze allemaal. En ja, ze heeft gewoon gelijk gehad. Het is waar. Wat word je groot. Hé, hey, Floris. Dat is mijn nieuwe buurman, hè. Dat is mijn nieuwe buurman, hè. Dat is mijn nieuwe buurman, hè. Dat is mijn nieuwe buurman. Dus ja, ik moest hier wel weg, maar dat had natuurlijk ook heel erg te maken met het feit dat ik homoseksueel was. Omdat dat en nog steeds bij de oudere generatie hier lang niet altijd makkelijk ligt, zeg maar. Het wordt geaccepteerd, maar het is moeizaam. Het is, ik was wel een heel erg ongelukkige jongen toen ik 18 was. Ik zit nu, weet ik veel, 15 jaar in, of 17 jaar in het vak. Dus het is heel mooi en ik doe heel erg wat ik wil en het is mijn eigen ding. Alleen, het is ook een soort vreselijk hysterisch wereldje met de ellebogen. En het is ook wel eens gewoon lekker om hier met beide benen op de vloer, mensen die nooit naar RTL Boulevard kijken, en met je de duinen intrekken, zeg maar. Die tegenstand tegen die herindeling, dat komt voornamelijk denk ik ook uit angst. Mensen zijn bang dat ze, er wordt ook heel vaak gezegd, het wordt hier op de kop verdiend en het wordt in Oostflakkee uitgegeven. Nou ja, ik denk dat we elkaar heel erg kunnen leren. We moeten ze af van ik in mijn eigen plekje en jij in je eigen plekje. En vooral niet te veel met elkaar. Nee, we zijn één eiland, moet je kijken hoe mooi. Het is niet zo dat ik heel erg voor die eenwording ben, alleen ik ben heel erg tegen die angst. En ik denk namelijk dat er veel plausibele redenen zijn waarom die eenwording er komt. En ik sta heel erg open voor verandering. Dat is mooi, hè? Kijk wat het allemaal kost. In elk dorp staat een gemeentehuis. Elke gemeente heeft een burgemeester. Heel veel wethouders. Wat kost dat wel niet? Nou, dan denk ik, dan rij ik wel om de 10 jaar naar Middelharnis om een paspoort te laten verlenen. Ik ken mensen bij mij in het dorp, die zijn nog nooit het eiland af geweest. En ik vind dat je het schatplichtig bent aan jezelf om de wereld te gaan zien. Om in ieder geval te weten wat er aan de overkant, zoals ze dat hier noemen, speelt. En als je dat niet wil, ook goed, maar dan moet je daar ook niet over oordelen. En soms moet je even weg om na 20 jaar te zien hoe mooi het thuis is. Kijk naar mij. MUZIEK